Hallo mensen, en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van LOL in Disneycraft. Nieuwe week, nieuwe video's, starten met LOL in Disneycraft. I feel paralyzed. We zijn hier met een beetje familie van mij, Walters, Joey en Jule Diva. Selina en Al, en als jij zelf niet gaat shiften, want je naam is Niels. Ja, Niels. En ja, we zijn er dus met z'n vieren. Samen met de Space, maar we gaan een... we zijn er nog meer mensen, dus... gaan we een rondje lopen? Kom mee, follow me. Follow me. Ja, iedereen komt mee. Komt iedereen mee? Dankjewel. Oké, we hebben hem even lek. Maar dat zal daar hoop ik ja te scoren. En er is nieuw lichter nog. En ik ben benieuwd wanneer hij weggaat. Maar we gaan ergens naartoe lopen. En hier is de sneeuw. Oh jawel, we zijn een beetje aan het mislopen. Maar we hebben mensen mee. Heel veel mensen mee. En onze stinkdino is ook weer hier. Maar die weet niet zitten, waarschijnlijk komt hij daar wel eens langs gevlogen. Je ziet naar roze muren, paarse muren. Jullie weten waarschijnlijk niet wat dat is. Maar, dames en heren, Joey loopt er voorop. Het is niet wat jullie denken. Het is, denken jullie, misschien iets nieuws. Nee, het is niks nieuws. Het is iets bestaand. En als jullie de baan zien van deze attractie, dan gaan jullie weten van... Ja. En dan gaan jullie misschien weten van... Huh, serieus. Nou, je ziet hier het bordje Simba Coaster. Ik ga even vliegen. Simba Coaster is vernieuwd. De buitenkant. En ik kom zo terug op de grond. En de Simba is helemaal vernieuwd. En ja, het is echt super prachtig geworden, het station. Het had ook wel eigenlijk ook een buurtje nodig. En het is heel mooi geworden, vind ik zeggen. Nee, we gaan deze mensen niet in de steek laten. Dus we gaan met z'n allen ergens naartoe. We gaan richting, of we gaan verder, even wachten tot hier in mee is. Nee. Oh, leuk. En hij is een opnemer van zijn eigen kanaal, maar ik heb een beetje verstaan. Alle niet-dino's weg. We zien hier dus dingen van de Simba staan. Hier achterin is het dus de Simba, we zien hier de baan even een stukje lopen. En we gaan, hier zie ik bij de Disney Tour, richting Disney Tour, die nog altijd een onderhoud is. En jammer, anders kunnen we erin, maar Simba kunnen zo niet in. Maar Disney Tour heeft een hele nieuwe ding gehad van binnen. Ik ben er al eens binnen geweest tijdens de bouw en... zijn er mensen mee? Ja, de mensen mee? Ja. Ja, wat die nog niet af is en ik ben benieuwd wanneer die terug open gaat en... Dus kijken als het er nog staat waarschijnlijk. En staat er waarschijnlijk nog, ja, een onderhoud gesloten in verband onderhoud. We gaan even via het park lopen met z'n allen. Niet over het weg, we gaan even tussendoor ergens naartoe. Ik weet niet waar dit uitkomt. En we zullen wel zien waar we uitkomen. We hebben nog de keuze om te gaan, we gaan deze kant op. We gaan dus een heel ander stuk op. En ik zie dat we hier bij de muur uitkomen van het piratengedeelte. Dan komen we dus normaal gezien bij een attractie uit. En dat is de Rivercraft. Daar ben ik. Ik ben in de Rivercraft. En we gaan hem dan ook even doen. De Rivercraft. En even zoeken naar de ingang. Waar die precies is. Die hier. Nee, de Rivercraft ingang is ergens anders. Ah, ik haat die sneeuw een beetje. Oké, hier is de ingang. Ik wacht hier even op mensen. Ik wacht hier even op de mensen, dat ze mee kunnen. Ja, yep. Kom. Oh shit, verkeerde kant. We gaan lekker de Rivercraft in. En daar kan iedereen in, ook al ben je geen VIP. Je kan er gewoon lekker in. Het is geen automatische attractie, maar wel een zelfbediening attractie. En ga me niet inhalen alsjeblieft. Ga me gewoon niet inhalen alsjeblieft. Ah jongens, een beetje... Dankjewel. Hey! Ja, we gaan wachten op een andere kar. Ik heb een andere kaartje wachten. Ik wil voorin zitten.
Wow, dit is heel close. Come on! Yes. Zijn er problemen? Ja, we gaan Leroy weer even erbij halen, want we hebben problemen! God. Heel vaak is bij deze dat je niet snel moet spawnen achter elkaar. Dat is het geval ook weer bij deze. En Leroy is niet aan elkaar normaal gezien. Best. Nee, Outbunds. Leroy. Kan jij erbij komen? Oh shit! En ja, dit is gefixt. En we gaan lekker in de Rivercraft. Lang geleden toch eigenlijk nog in deze attractie ben geweest. We gaan een Rivercraft doen. Voor de warm kuthuis. Dat wordt even op het. Dat is. Dat is even daar laten worden, kudde, alsjeblieft. En Robin is gejoined. Ja, ik kan de naam niet spreken, maar ik weet dus wel hoe Robin is. We gaan lekker Rivercraft doen met Joey. Gezellig. En het is een leuke attractie, is binnen-buiten een beetje. Dus het is een heel deel binnen. Dan heb je de splash die buiten gaat en ik heb een Skype, maar ik kan je niet nakijken. Aangezien het dus bezig ben met de opname. En hier ontbreekt zelfs een beetje water, zie ik. En daar ook. Ik weet niet of het misschien is toe. Krijgen we een archief? Nee, de archiefen volgens mij. Ik weet niet of het er een archiefen is bij deze attractie. Maar dit is eigenlijk al een van de eerste attracties. Ik heb in een video van Vincent gehoord dat het team van Craventure heeft het gebouw gemaakt. En zij hebben dan, het Disneycraft team heeft hem helemaal uitgehold en ingedeeld en gemaakt. Wat jullie hier van muur zien, dat is allemaal van de haaksondergang. Wat binnenkort waarschijnlijk weer open gaat. Het piratengedeelte gaat binnenkort waarschijnlijk ook open. Ben benieuwd. En waarschijnlijk, ik weet niet of het live kan gebeuren, maar sowieso als het niet live kan gebeuren, ga ik het opnemen. En let's go. Zou ik zo maar zeggen, ja. Hoe moet dat? Water, dat is eigenlijk super mooi. Ik vind het eigenlijk heel mooi om te zien. Mooi gemaakt. En we gaan terug naar binnen. En ja, dat is eigenlijk zo'n afzonderlijk plekje waar we dus nu voorlopig alleen weer uit het park gekomen met de Warp Rivercat, Warp Stoomboot. Want Stoomboot, Mickey Stoomboot is hier. Ik zie daar Mickey Mouse staan. Dat is ook een attractie. Loopattractie. En er zitten een aantal achievements in verstopt. 2 of 3 achievements denk ik dat erin verstopt zitten. En dus dan kom je hier ook weer even ontdekken. Rivercraft en dingen. Maar wij lopen over de paadjes, heb ik al een hele tijd gezegd. En ja, wij zijn zo. Ja, nu vroeger was het eigenlijk even warpen. Maar nu gaan we eigenlijk lekker gezellig over de paadjes lopen en dingen zelf ontdekken. Ik wist niet dat er een. Wat was die? Oh, volgens mij is het treintje van Jule Diva en de rest binnengekomen. Ja, ik zie daar een name tag. Nee, dat is sweep. Maar volgens mij zijn die binnengekomen. Ja, die staan daar al te wachten. Ik weet niet of het wel juist met dat water wat dan zo overloopt, maar... Oké. Maar we zijn er dus uit en kijk als ik hier name tag zie. Jule Diva zie ik hier lopen en... zie ik daar nog een neemdag? Nee, Hush, is dat een player? Hush. Nee, dat is een NPC waarschijnlijk. En ja, we gaan eruit daar. We zijn eruit. Zelfbediening dus jongens, jullie kunnen er altijd in. Ook al ben je hier helemaal alleen in de server, kan je nog altijd in die automatische attractie of zelfbediening of in de loopattractie natuurlijk. En Joey komt mee. Ja, dank Joey. Kom mee. Ik weet niet, dat is helemaal... Wow.
Ah, Skype heeft afgelegd. Oké. Ik dacht dat het gebeurde. Skype heeft afgelegd. Met iemand op Skype was met iemand aan bellen, maar op een moment heeft afgelegd. Dus. Nou, blijven is iedereen weg. Dus we zijn er alleen nog maar uit. Oh nee, we zijn nog op een loopje. En we gaan even terug naar. Ja. Dus. En we gaan even terug via het pad, dus het park. Aangezien zij alle twee niet meer kunnen vliegen. Judith die had VIP, maar die VIP is afgelopen. En dat was VIP voor een maand, dus alleen flyer was dat. En weet je allemaal, maar maakt niet uit. En we gaan even teruglopen en dan afsluiten. En zien we jullie volgende week terug weer een nieuwe aflevering van LOL in Disneycraft. En ja. En donderdag gaan we natuurlijk bij de survival gaan we beginnen met het huisje te bouwen. Morgen nog een lekkere eurotruck en woensdag een fijne games, potje hunger games en etcetera, etcetera. Dus het wordt hier opnemen. Het is zondag opnamedag en editdag. Normaal zijn we over het hele weekend verspreid. Maar ja, een beetje vergeten. We zijn hier op het plein, het interactieve plein zoals gisteren het zegt bij de VIP spawn. Die was aan het gebeuren. Jammer. Ja, we hebben dus we zijn even een bankje zoeken en. Welkom, nieuwe zoeker. Je bent de 23.890ste bezoeker. Jongens, rot hem maar af op 110 precies. En we hebben nieuwe stad bereikt. We hebben dan 24.000 unieke spelers in Disneycraft. En met het mooie, ik zie dat Brit hangen volgens mij. Hamburgertje, Brit? Ja, we noemen hem maar hamburgertje. Met dit mooie van Disneycraft, ja, het oude station zeg maar, en Joey nog een beeld. En afsluiten, en ik zeg tegen jullie gewoon tot volgende week, mijn nieuwe aflevering, volgende Disneycraft.